Deze video gaat over de koolstofkringloop. En eerst kijken we even naar allerlei voorraden waarin koolstof, oftewel het element C, ligt opgeslagen. En dat zou je sinks kunnen noemen. Fossiele brandstoffen, dat is een grote sink geweest van koolstof. In de permafrost zit best wel wat koolstof nog opgeslagen. Dat zijn niet verteerde plantenresten bijvoorbeeld. Allerlei afgestorven plankton dat niet afgebroken is. Daar zitten nog grote hoeveelheden koolstof in. Nou, in kalkgesteenten, zoals je dat bijvoorbeeld ook in Limburg vindt, in die mergelgroeven. Dat is ook in feite een sink van koolstof. Daar ligt heel veel koolstofatomen opgeslagen. En in de biomassa van levende planten en dieren en andere organismen, ja, daar zit ook heel veel koolstof. En die sink, ja, die is ook af en toe een source, want in de seizoenen wisselt het een beetje hoeveel daar is opgenomen en hoeveel er juist uit vrijkomt. Nou, die koolstof die kan weer vrijkomen uit die sinks. Hè, bijvoorbeeld door vulkanisme kan er heel veel koolstof weer teruggebracht worden in de atmosfeer. Door erosie zal gesteente afslijten en daarmee kan in het water die calciumcarbonaat weer oplossen. En ja, als dat weer door planten wordt opgenomen, wordt het misschien ook alweer verbrand uiteindelijk. En ja, dan komt die koolstof ook weer vrij. En die verbranding is dus ook een variant waarmee die koolstof weer vrij kan komen. C-houdende moleculen worden verbrand en dan komt er weer CO2 vrij. Nou, grofweg onderscheiden we de snelle en de langzame koolstofkringloop. En die snelle die duurt enkele minuten tot wel duizenden jaren. En hoe komt die koolstof die is vastgelegd in biomassa weer terug? Nou ja, door die dissimilatie dus. De langzame koolstofkringloop die duurt vele malen langer, zo'n 100 tot 2 miljoen jaar. En dan gaat het om koolstof die op een gegeven moment opgeslagen is in fossiele brandstoffen, in kalkgesteenten, maar ook weer in die permafrost. Nou, hier zie je die koolstofkringloop in een schema. En als we bij CO2 beginnen, dan kan het opgenomen worden. Ofwel doordat producenten aan fotosynthese doen, ofwel omdat het oplost in zeewater. Nou, die producenten die maken organische stoffen waar die C in zit. Ja, die kunnen ze dissimileren. Of het wordt opgenomen door consumenten. Als die aan dissimilatie doen, dan zal dus ook weer CO2 vrijkomen. En hetzelfde geldt voor de afvaleters en de reducenten. Bij de afbraak van de laatste organische stoffen komt ook weer CO2 vrij. Maar het zou ook zo kunnen zijn dat er uiteindelijk toch ook wel wat van die C belandt in die langzame koolstofkringloop. En dat er steenkool of gas wordt gevormd. Als we even kijken naar die C die opgenomen is in het water, hè, die CO2 wordt HCO3- in het water. Allerlei organismen in de zee die kunnen daar gebruik van maken. Hun zachte delen zullen afgebroken worden door afvaleters en reducenten. Maar hun harde delen, bijvoorbeeld de schelpen, daar zit veel calciumcarbonaat in. En dat zal uiteindelijk vaak kalksteen worden als het maar lang genoeg op de bodem ligt en daar druk op komt te staan. En dan krijg je, zoals we in Limburg de mergelgroeven hebben, die dat kalkzandsteen. Of er ontstaat olie uit allerlei zachte delen die bedekt raken. Nou, dan komen we in de langzame koolstofkringloop. En uiteindelijk zal of door verwering of door verbranding van deze materialen die C weer terugkomen in de atmosfeer. En is die kringloop voltooid. Maar dit gaat echt over uiteindelijk dan over miljoenen jaren waarin dit plaatsvindt. He, dus vandaar dat het langzaam is. Het kan wel tot 200 miljoen jaar duren voordat het weer terugkomt. Leuk dat je deze video hebt bekeken. Wil je meer van mij zien? Dan zou ik het heel fijn vinden als je op mijn kanaal abonneert.